Zoals gezegd, ik ben Joris Adriaanse. Ik ben Business Mobility Consultant bij Fondo. Wij zijn een AirWatch en Workspace ONE leverancier, partner van VMware. En we gaan het vandaag hebben over de Windows 10 mogelijkheden. Voor vandaag staat op de agenda de trends in mobiel werken. Dus waarom nu eigenlijk Windows 10? Welke tools zijn er mogelijk om deze problemen te tackelen? En hoe kan VMware helpen met de migratie? We beginnen met vaak een huidige situatie bij bedrijven. Waar je nu gewend bent om bijvoorbeeld voor een telefoon bellend de winkel uit te lopen. Dus uit het doosje gehaald en gelijk werkend. Is het gebruik van een laptop binnen een bedrijf vaak nog erg lastig. Het kan soms tot weken duren voordat de IT-afdeling de laptop misschien wel binnen heeft gekregen. Geimaged heeft, de software erop heeft gezet. En al het beleid heeft geconfigureerd zodat hij voor de gebruiker klaar is. Dat voldoet niet meer aan de huidige wens van de gebruikers. In 2015 is er al een onderzoek geweest waar de grootste bedrijven van de wereld bezig waren om te zorgen dat de werknemers 50 tot 60% van hun tijd eigenlijk niet achter hun bureau door hoefden te brengen. Dat betekent dat ze mobiel wilden werken. En met mobiel hebben we het dan niet alleen over telefoons en tablets, maar ook over laptops, desktops, thuis-pc's, etc. Het hedendaagse personeel wil de keuze hebben voor het apparaat. Dus liever niet in een vast tramien zitten welk apparaat gekozen moet worden bij de werkgever. Het moet makkelijk zijn. Ze willen eenvoudig toegang hebben tot een applicatie. En ze zijn bezorgd om hun privacy. Ze willen niet zien dat de werkgever bepaalde locatiegegevens ziet of privacyinformatie op privéapparaten. Dit plaatje vertegenwoordigt het traditionele PC-beheer. Dus waar er nog gebruik wordt voor Windows-machines die gekoppeld zitten aan een Active Directory. En daar vanuit de GPO hun beleid krijgen. Software-distributieservers, denk daarbij aan een SCCM, CA of Altiris-infrastructuur. En systemen om de Windows-machines up-to-date te houden. Vaak wordt dat gedaan met Wasers. Voor de gebruiker is dat geen prettige ervaring. Dat betekent eigenlijk dat de laptop dicht is gezet. En dat de IT heeft bepaald hoe dat de gebruiker aan het werk moet. In plaats van dat de IT-afdeling gefaciliteerd heeft daarin. Als laptops buiten de deur zijn, is het al een stuk lastiger om deze goed te beheren. Zonder dat een gebruiker een VPN-verbinding maakt of binnen in het kantoor op het bedrijfsnetwerk zit, is het moeilijk om een laptop te voorzien van de laatste patches. En ook omdat deze wel volledig compliant is aan het bedrijfsbeleid. Resources zoals SCCM of Wasers zijn vaak arbeidsintensief voor de IT-afdeling. Zij moeten een hoop werk daar aan verrichten, plus de licentiekosten en eventuele opslag die daarbij is. Vanuit Workspace ONE met AirWatch is daar een hele andere manier van denken voor gekomen. Vanuit de cloud, of uw AirWatch maar even in uw private cloud, kan er rechtstreeks gepraat worden met telefoons, tablets, maar ook met laptops en desktops. En op diezelfde manier zoals u voor telefoons apps en updates uit kunt rollen, kunt u dat ook voor laptops. Het voordeel van deze connectie is dat er een real-time zichtbaarheid is. Dus omdat de verbindingen vanuit AirWatch over het internet gaan, is er altijd inzage in de laptop, mits deze maar verbonden is met het internet. Dat mag via 4G zijn, dat mag via een thuis wifi zijn of bij de Starbucks. Dat is geen enkel probleem. Als er een nieuw netwerkbeveiligingsbeleid komt, kan dat in een paar seconden naar alle laptops gestuurd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het WannaCry-virus wat vorig jaar de kop op stak. Daar kwam vrij snel vanuit Microsoft een patch en die moest eigenlijk razendsnel naar alle laptops gedistribueerd worden of eigenlijk naar alle Windows-machines. Voor bedrijven met laptops binnen het netwerk is dat geen probleem. Maar iedereen die buiten de deur is, zonder VPN-verbinding, is dat erg lastig om dat af te dwingen of inzichtelijk te krijgen. AirWatch kan deze update naar de laptop sturen, afdwingen dat deze geïnstalleerd wordt en in dit geval ook een reboot afdwingen. Voor de gebruiker misschien op dat moment even niet zo prettig, maar vanuit security was dat zeker nodig. Traditioneel PC-beheer heeft er altijd wel een aantal uitdagingen gehad. De group policies vanuit Active Directory konden honderden tot soms wel duizenden instellingen zijn om te zorgen dat de laptop zo dicht mogelijk zat, zodat de gebruiker er geen rottigheid mee uit kon halen.
Software-distributie kon een uitdaging zijn vanwege netwerkbeperkingen. De software-distributiesystemen zoals SCCM zijn veelal niet van buitenaf benaderbaar. Het uitsturen van Windows-applicaties, dus Windows 32-apps, is lastig te inventariseren. Zeker vanuit een MDM-oplossing. En anders is het zeker beperkt. Ook werd er nog vaak gewerkt met een image. Het klaarzetten van je eigen Windows-variant voor een machine die door een laptopleverancier eigenlijk al prima geleverd is. Dit zijn de uitdagingen waar tot voor kort rekening mee moet worden gehouden. Hoe doet Workspace ONE dat dan met AirWatch? Het zijn een aantal stappen om de volledige levenscyclus van een besturingssysteem of van een machine daarbij te managen. De eerste stap is het MDM, het traditioneel Mobile Device Management, zoals we dat ook kennen uit de telefonie en van tablets, kan op dezelfde manier gebruikt worden voor laptops. Dit is de eerste stap van modern beheer. Dus waar je vanuit een AirWatch console instellingen afdwingt op het toestel, kan dat zelfs gepaard gaan op dit moment samen met de GPO's. Dus uw laptop kan zowel domain joined zijn als gemanaged worden met AirWatch. Er zit wel een stukje common sense achter om te zorgen dat er geen conflicterende restricties zijn. Maar de inrichting daarvan gaat prima samen. Ook heb je in veel gevallen geen image meer nodig. Leveranciers zoals Dell en HP hebben eigenlijk een prima besturingssysteem neergezet, wat voor out of the box goed werkt. Er is veelal geen noodzaak meer voor bijvoorbeeld driver updates. Dus ook hierin is er een out of the box. Omdat er geen image meer nodig is, gezien Dell en HP en andere leveranciers een prima besturingssysteem neer hebben gezet, is er ook geen noodzaak meer voor een image. Dus het maken van images, wat iedere keer best wel een gedoe is als er nieuwe hardware modellen komen, is verleden tijd. Het configuratiebeheer kan, zoals ik al eerder zei, zowel door GPO's als door AirWatch gedaan worden. Dit kan gecombineerd. En het voordeel is van de AirWatch profielen, die kunnen direct geactiveerd worden via het internet. Het patchen, waar je tot voor kort een Wesus-achtige oplossing voor nodig had, kan dat tegenwoordig via AirWatch. Binnen AirWatch is het bijvoorbeeld mogelijk om patches goed te keuren. En eigenlijk geef je aan welke patches er zeg maar gewhitelist worden voor je laptop. Die commando's worden naar de machine gestuurd. En deze gaat ze gewoon rechtstreeks vanaf Microsoft downloaden in plaats van de traditionele Wesus-omgeving. Ook op applicatiegebied is er een hoop veranderd. Je kan Win32-apps, dus executables, MSI's en andere stukken software, kan je via AirWatch distribueren naar de laptops. En ook dit wordt geïnventariseerd en gerapporteerd. Tot slot is er nog het stuk over de beveiliging. De apparaatstatus is van zeer groot belang. Stel dat uw bedrijfsbeleid moet zijn, dat u een bepaalde Windows-versie compliant moet zijn, of een bepaald patch-level, dan kan AirWatch daar rekening mee houden. Tevens zit er vanuit de AirWatch-omgeving een BitLocker-aansturing. Dus als u Windows 10 Pro of Enterprise heeft, kunt u een BitLocker-encryptie afdwingen. En ook de key daarvoor wordt opgeslagen binnen het AirWatch-console. MDM voor Windows en configuratiebeheer. Aan de linkerkant ziet u de toevoegingen voor eindgebruikers. Dus bijvoorbeeld de kant-en-klare registratieervaring geeft eigenlijk aan dat als u een Windows laptop nieuw uit de doos haalt, dat u de zogenaamde out-of-the-box enrollment toe kunt passen. Uw Windows omgeving zal vragen wie de eigenaar is van dit toestel. U geeft aan uw zaak. En met een validatie via uw e-mailadres komt u bij de juiste AirWatch omgeving uit. Daar vult u eenmalig uw huidige Active Directory gebruiksname wachtwoord in. En u bent ingeschreven in de AirWatch omgeving. Alternatieve manieren om in te schrijven kan handmatig via awagent.com of via adaptief beheer met Workspace ONE. Verderop in deze presentatie komen we Workspace ONE tegen en dan zullen we ook zien dat het faciliteren van applicaties aan eindgebruikers met conditional access kan zijn dat een van die condities is dat het toestel ingeschreven moet zijn. Aan de rechterkant ziet u de voordelen voor de IT-afdeling. Het voordeel van een AirWatch-omgeving is dat u deze altijd gefaseerd in kunt richten.
Dus als u op deze moderne manier Windows 10 wilt gaan managen, kunt u daar bepaalde afdelingen, bepaalde teams of pilot teams voor gebruiken. Mocht u toch uw eigen image willen gebruiken, is dat ook nog steeds mogelijk. En naast dat AD-integratie mogelijk is naast AirWatch, kunt u ook gewoon SCCM blijven gebruiken. Zodat u een gefaseerde overstap kunt maken van SCCM, wat traditioneel managen is, naar het nieuwe managen. Vanuit MDM, Mobile Device Management, is dit een kleine greep uit de mogelijkheden die we op Windows 10 toe kunnen passen. Denk daarbij aan het faciliteren van instellingen voor connectiviteit, bijvoorbeeld een wifi-instelling of een VPN-instelling. Het faciliteren van instellingen voor productiviteit, bijvoorbeeld e-mail. Maar ook wat restricties. Stel dat uw bedrijfsbeleid is dat u niet wilt dat er gebruik wordt gemaakt van de camera, of van Windows Hello of Windows Cortana, kunt u dit via de restricties uitzetten. Er zijn veel restricties mogelijk. Versleuteling is de aansturing voor de BitLocker. Een firewall en antivirus kunt u conform uw wensen instellen en die worden afgedwongen op het apparaat. Mocht u bijvoorbeeld uw eigen volume license key hebben voor de Windows-omgeving, kunt u die vanuit AirWatch aan laten passen. Naast dat er veel apps en profielen mogelijk zijn, is het ook mogelijk om scripts te sturen naar de omgeving. Dus vanuit uw interne App Store kunt u software en firmware sturen. Maar als uw applicatie complexer is, of een aantal applicaties, een aantal losse bestanden wilt sturen, kunt u dat via de AirWatch-omgeving naar de Windows-machine sturen. Al deze mogelijkheden, bijvoorbeeld profielen, maar ook applicaties, kunt u doen op basis van netwerklocatie of GPS-locatie. In het geval van de laptop, ook op basis of dat deze aan de stroom is aangesloten. Wilt u per slot van rekening niet dat halverwege een installatie de laptop leeg is. Mocht u gebruik willen maken van een netwerkdistributie, kunt u de Relay Server gebruiken. Als u een AirWatch-omgeving heeft in de cloud of in uw private cloud, maar op andere locaties in de wereld of op andere vestigingen, een soort lokale cache wilt hebben van de software, is dat mogelijk. Dus in plaats van dat een ander kantoor bij een ander datacenter alle software gaat halen, kunnen zij een Relay Server krijgen waar een kopie staat van de software. Verder houdt AirWatch uitgebreide logboeken bij van alle installaties. En is er een catalogus voor bedrijfsapps. Momenteel is dit ook de AirWatch Catalog. Daar staan apps in en SaaS-diensten voor mobiele apparaten. Dit is ook in Windows mogelijk. Traditioneel zou je Windows laptops en desktops patchen met WSUS. Wat het lastige is aan WSUS is dat dit over het algemeen alleen intern beschikbaar is. Dus als er een update uit is, u kunt hem goed in WSUS en hij staat klaar, is nog steeds een afhankelijkheid dat de laptop verbinding maakt met het bedrijfsnetwerk om die update binnen te krijgen. Zo kan het zomaar voorkomen dat als iemand een aantal weken buiten de deur is en geen verbinding maakt met het bedrijfsnetwerk, dat zijn machine niet gepatcht wordt. Zodoende heeft u ook vanwege die afwezigheid van die connectiviteit lastig inzage in compliancy en geïnstalleerde updates. De patch dinsdagen geeft nog steeds een groot aantal updates. En voor een IT-afdeling is dit een behoorlijke impact op hun dagelijkse werkzaamheden. Het kost best een hoop tijd. Windows updates zijn tegenwoordig as a service. Dat geeft aan dat het geen patch dinsdagen meer zijn, maar wel grote update pakketten. En als u die vanuit uw eigen infrastructuur aan wilt bieden, gaat het meestal via uw WAN-verbinding, dus via uw internetverbinding van het bedrijf, vanuit uw datacenter. Als er grote updates zijn en veel laptops gaan dit binnenhalen, kan dit nog lastig zijn. Geeft ook eens een bijzonder inflexibele oplossing voor bijvoorbeeld kritieke patches of als u voor compatibiliteit bepaalde updates uit wilt stellen. Hoe kan dit dan beter? Aan de linksboven ziet u de update opties CB, CBB. Dit is de Current Branch en Current Branch for Business. Microsoft heeft de optie geboden om als eerste patches te ontvangen of in een iets later stadium als de patches
wat verder gebruikt zijn, vaak door thuisgebruikers. Deze zogenaamde branches kunt u afdwingen in welke branch uw Windows-machine komt te zitten. Denk er daar bijvoorbeeld aan dat u kunt uw branch plus nog een aantal dagen vertraging afdwingen. Dus wat er dan gebeurt als er een nieuwe update uit is, gaat iedereen ter wereld gaat die patch installeren. Thuisgebruikers en andere zakelijke gebruikers. Deze wordt daarmee goed getest. En als er een fout in zit, vervangt Microsoft deze met een patch in place. Dus tegen de tijd dat uw current branch voor business of zelfs uw aantal dagen vertraging dat uw bedrijf aan de beurt is, kunt u er vrij zeker van zijn dat deze patches goed getest zijn. Het is geen garantie, maar het kan van heel veel afdelingen een prima oplossing zijn. Linksonder ziet u het kopje rapportage. Net als dat u gewend bent van AirWatch om een goede rapportage te kunnen leveren van de geïnstalleerde software en compatibiliteit, kunt u dit ook doen voor uw updates. Dus mocht er een bepaalde security update nodig zijn, kunt u rapporten draaien welke mensen deze wel en niet geïnstalleerd hebben. Ook aan de hand daarvan kunt u weer compliancy regels uitoefenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dat als mensen niet compliant zijn met een bepaalde Windows versie, dat u toegang tot het netwerk ontzegt. Rechtsboven ziet u de update configuratie. U kunt onderhoudsvensters aangeven wanneer dat de machine bijgewerkt mag worden. U kunt de updates voor hen goedkeuren of u kunt optioneel de gebruiker de mogelijkheid geven om ze nog goed te keuren. Mocht u toch graag uw eigen Wesus-server willen blijven gebruiken of tijdelijk tijdens de migratie, is het mogelijk om via AirWatch de instellingen op de machine te doen, zodat deze naar de juiste Wesus-server kijkt. Software distributie. Als we kijken naar een laptop, zijn er vaak veel stukken software die op allerlei diverse manieren worden aangeboden. Denk daarbij aan de openbare store, dus de Windows Store, waar ook apps worden aangeboden. Een store voor het bedrijf. Dat kan de AirWatch Store zijn bijvoorbeeld, met eigen interne apps. Desktop software, dus traditioneel Windows software. Webapplicaties. En dan kunnen er nog externe invloeden zijn. Software die men misschien downloadt of zelf maakt, op een andere manier bijvoorbeeld virtueel beschikbaar krijgt. Op het plaatje ziet u een screenshot van VMware Workspace ONE en in dit geval de Identity Manager. Dit is een uniform startportaal waarin interne applicaties, cloud applicaties, zowel mobiele als desktop applicaties kunnen worden aangeboden. De inhoud van dit desktop wordt voor uw gebruiker aangeboden op basis van wie hij is, wat over het algemeen Active Directory credentials zouden zijn, waar hij is, GPS-locatie of netwerklocatie, welk besturingssysteem het is, want op een Windows besturingssysteem kan je geen iOS-applicaties aanbieden bijvoorbeeld, en of dat het device gemanaged is. Dat laatste is de Identity Manager die samenwerkt met AirWatch. Als u compliant bent aan de bedrijfspolicies, kunt u toestaan dat AirWatch voor ook de softwareinstallaties doet. Deze uniforme omgeving is beschikbaar voor iOS, Android en Windows 10 in appvorm. En anders altijd via de HTML5 webpagina. Wat voor soorten applicaties worden er dan ondersteund? Er zijn de zogenaamde native applicaties. Dus dat zijn de applicaties die gewoon rechtstreeks naar de laptop worden gestuurd. Executables en MSI's worden ondersteund, ook SIP en APPX, dus apps. En u kunt deze toewijzen op de variabelen die u wellicht al kent vanuit AirWatch. Dus afhankelijkheid van besturingssysteem, gebruikersgroepen, etc. Ook kunt u wat installatiecriteria definiëren. Stel dat u eerst een .NET of een Java-versie moet installeren, kunt u die als afhankelijkheid aangeven bij een ander stuk software die daar wellicht gebruik van maakt. De MST-ondersteuning bij punt 2 voor vereenvoudigde configuratie is wat u wellicht al kent vanuit traditionele pakket-distributiesoftware zoals SCCM. MST zijn de aanpassingen op een installatiefile, zodat dit een custom installatie wordt. Bij 3 ziet u daar MSP. Dit zijn de updates voor bepaalde stukken software.
zodat als u een installatie doet van van bepaalde software versie 1 naar versie 2, zal het niet zo zijn dat de versie 1 per se verwijderd moet worden, maar is er vaak mogelijk om een update uit te voeren. Ook dit kan AirWatch voor u regelen. En tenslotte inventarisatie en rapportage. AirWatch kan heel uitgebreid rapport draaien van alle apps en applicaties, zoals u die bijvoorbeeld in AdRemove programs ook zou kunnen zien, van de software op de machine. Dit is eigenlijk hoe ons landschap er tegenwoordig uitziet. De Windows systeem in het midden. En dit kan draaien op een telefoon of op een tablet of op een laptop. Gemakkelijk toegang tot clouddiensten. On-prem resources, linksonder. En dat eigenlijk vanuit iedere locatie. Zodat u nou onderweg bent, vanuit huis of vanuit kantoor. Toch wilt u als een werkgever het vertrouwen van de gebruikers hebben dat u goed met hun data omgaat, maar ook dat zij goed met uw spullen omgaan. Dus u kunt daardoor de apparaatstatus van ieder apparaat via de AirWatch console in de gaten houden. U kunt uw voorwaardelijke toegang instellen. Dus stel dat u toegang tot uw finance systeem vanaf uw interne netwerk wel rechtstreeks mag en vanaf buiten uw netwerk met two-factor authentication bijvoorbeeld. Dat soort regels kunt u allemaal kwijt in voorwaardelijke toegang. Tevens bent u met de preventie van gegevensverlies. Uw apparaten kunt u allemaal encrypten. In het geval van Windows 10 met bijvoorbeeld BitLocker. En u kunt de hele laptops, desktops wissen op afstand mocht u een mogelijk datalek hebben bij verlies of diefstal. Microsoft brengt met de laatste versies van Windows 10 ook nieuwe identiteitsfuncties met zich mee. Ook VMware heeft daar wat integratie voor. Links ziet u bijvoorbeeld Password for Work. Dit is een via AD en Azure AD kunt u een meervoudige verificatie inbouwen. Dit kunt u op die manier aanmaken en de certificaten die daarbij horen kan VMware voor u beheren. Ook het Windows Hello, waarbij u bijvoorbeeld met uw gezichts- of irisherkenning uw apparaat kan unlocken. Daar kunt u wat voor instellen. Stel dat uw bedrijfsbeleid het niet toestaat om gezichtsherkenning of irisherkenning te doen, kunt u dit bijvoorbeeld tegengaan. Toegang op basis van apparaatstatus. Stel dat u een compliancy profiel aangeeft en linksonder ziet u daar een voorbeeld van. U wilt beveiligd opstarten, dat u aanstaande heeft de BitLocker versleuteling afgedwongen, heeft een antivirus en firewall gezet zoals u dit conform uw bedrijfsbeleid wil, heeft alle versies gecheckt en ook de hardware TPM chip is aanwezig. Dat betekent dat die laptop toegang krijgt tot bijvoorbeeld resources in de cloud of naar AirWatch toe. Stel dat een van deze punten of meerdere niet in orde zijn, dan zult u zien, dat ziet u in de bovenste, dat toegang geweigerd wordt tot resources van uw bedrijf. Stel dat er iets aan de hand is wat de gebruiker wel zou kunnen oplossen. Wat u bijvoorbeeld zou kunnen doen, stel dat iemand, u geeft de BitLocker aan en de gebruiker houdt de installatie daarvan tegen of een bepaalde update. Kunt u ervoor kiezen om na bijvoorbeeld een dag een mailtje te sturen naar de gebruiker. Dat hij dit alsnog moet doen. U kunt dan aangeven als hij het nog steeds niet gedaan heeft. Dat u een dag later nog een e-mailtje stuurt en de laptop markeert als niet compliant. En daar kunt u ook weer consequenties aan hangen door bijvoorbeeld weer een dag later de profielen van het apparaat te halen. Dus dan heeft het apparaat geen toegang meer tot uw wifi of uw e-mail. En als de gebruiker dan een dag later nog niks gedaan heeft om het op te lossen, dan kunt u ervoor kiezen om via een enterprise wipe de zakelijke data van uw laptop af te halen. Dit wordt iedere keer automatisch bekeken door AirWatch. U wordt ervan op de hoogte gehouden, dat ziet u ook in de screenshot of met CC de beheerder en CC de manager. Dit zijn variabelen die je uit Active Directory kan halen. En de gebruiker heeft dit zelf in de hand. Hij kan hier zelf actie op ondernemen om te voorkomen dat de spullen van zijn laptop afgehaald worden.
applicatiebeveiliging. Voor Windows 10 is dit wel een hele goede. Je kan via app locker beleid kan je MSI's, executables en apps selecteren. En daar regels voor op toepassen wat wel en niet is toegestaan. Hierin wordt samengewerkt met de techniek van Device Guard. En een van de technieken die in Windows 10 zit. Er is ook een nieuwe manier van gegevens beveiligen met Windows Information Protection. Dat ziet u waarschijnlijk nog wel eens in met de afkorting WIP. Je ziet het in het screenshot dat er een scheiding is tussen zakelijke en privé data. En u kunt aangeven wat u wel en niet met elkaar wil laten praten. Dus de gegevens, uw documenten krijgen al informatie mee. Bijvoorbeeld dat het alleen in een bepaald domein geopend mag worden. Met welke apps het mag werken. Of dat het misschien met een VPN-verbinding moet. Of dat het bijvoorbeeld alleen geopend mag worden op een laptop die geencrypt is. De VMware AirWatch Tunnel. Stel dat u interne resources uit uw datacenter beschikbaar wil stellen op uw zakelijke laptop. En traditioneel zou u dan een volledige VPN opstarten. Dan gaat al het verkeer van de laptop gaat naar de datacenter toe. Maar AirWatch heeft daar de per app VPN tunnel voor. Dus daar kunt u bijvoorbeeld met de applicatie, u ziet daar in het screenshot de VMware browser. U kunt bijvoorbeeld de VMware browser aan de per app VPN tunnel hangen en daar een intranet website via beschikbaar stellen. Zonder dat de gebruiker zelf een VPN verbinding op moet zetten, is dit mogelijk. BitLocker. Als u gebruik maakt van Windows 10 Pro of Enterprise en uw laptop heeft een ingebouwde hardware TPM chip, kunt u het besturingssysteem de disk laten encrypten. AirWatch heeft hier de regie over, die dwingt dit af. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u alleen de Windows partitie of de gehele disk wilt partitioneren. U kunt uw favoriete soort encryptie selecteren. En u kunt bijvoorbeeld ook aangeven dat dit verplicht is. En tussen welke tijden er geëncrypt mag worden. De decryptie key wordt opgeslagen binnen AirWatch. En u kunt zelf een aantal mogelijkheden afdwingen. Voor bijvoorbeeld wachtwoordherstel. Mocht u dat willen toestaan. Ik zal een demo geven van de WIP. U ziet hier dat Outlook gestart wordt. U ziet het koffertje al bovenin. Deze app gemanaged is. U zult zien dat als we deze presentatie uit de mail opslaan. Dat ook dat document beveiligd is. Dat zit u aan het koffertje. En als we dit nou proberen te openen in iets waar het niet voor bedoeld is, zien we dat het geweigerd wordt. Nou, ook als we dit wel proberen te kopiëren naar een persoonlijke OneDrive in dit geval, dat is niet toegestaan. Dus dit zal dan ook niet gebeuren. In PowerPoint mag dit document wel geopend worden, dus dat lukt ook. Maar als we dan tekst gaan kopiëren en die proberen te plakken in een app die we niet toestaan met deze documenten,
bijvoorbeeld Twitter, kunnen we hier niet in plakken. Twitter staat hier gekenmerkt als een persoonlijke app. In dit voorbeeld wordt het Windows 10 BitLocker profiel gecreëerd. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat iedere 30 dagen er een nieuwe BitLocker key in de machines wordt gezet. Tot zover een aantal demo's voor de beveiliging. En dan het migreren. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan VMware u daarbij helpen? Zoals we al eerder hebben besproken, is het grotendeels niet meer nodig om images te maken voor nieuwe stukken hardware. Dus bij binnenkomst van nieuwe laptops kunnen we prima werken met de Windows-omgeving zoals deze neergezet is. We kunnen wel applicaties testen en dergelijke. Dan de volgende slide daarvoor meer. De besturingssystemen zoals u in het midden ziet, hebben een moderne management. Dus op dezelfde manier waarop u een telefoon of tablet beheert, kunt u de nieuwe Windows-omgevingen gaan beheren. En op het derde kolommetje ziet u het real-time beleid en beveiligingsbeheer. Is een enorme tijdswinst, maar ook financiële winst in de nieuwe systemen. VMware kan optioneel producten leveren als Systrack, Mirage en Horizon. Systrack kan gebruikt worden om in uw huidige infrastructuur een inventarisatie te draaien van de applicaties. Om te kijken of deze geschikt zijn voor de migratie van bijvoorbeeld Windows 7 naar Windows 10. Optioneel kunt u Mirage gebruiken om images en eindpunten, dus laptops, up te graden naar Windows 10. Het AirWatch-platform waar we het al over hebben gehad, die het Windows 10-apparaat volledig kan managen. En om de introductie nog meer te versnellen, kunnen er virtuele Windows 10 werkplekken aangeboden worden via Horizon. Ook de applicaties kunnen we virtualiseren en centraal aanbieden vanaf het datacenter of vanuit de cloud. Dit laatste zou betekenen dat de Windows 10 machine die uw personeel heeft zo goed als geen lokale software meer nodig zou hebben. Hier is een demo van het inschrijven en het beheren van de Windows 10 machine. Traditional imaging and client management solutions have proven to be expensive, labor-intensive on IT and frustrating for your employees. VMware Workspace ONE, powered by AirWatch, modernizes how you approach management and security of Windows 10 devices. With this new approach, your employees can take a brand new Windows 10 PC right out of the box, enter their work email and password, and follow a simple self-service process to fully set up their device for work without the need for time-consuming traditional imaging. By taking a modern cloud-first approach, AirWatch ensures company-required security policies, GPOs, user profiles and settings, and OS patches are pushed instantly to devices on or off the domain and across any network. Here we see that the user is required to set a passcode. The license key is upgraded and activated, and the device is fully registered into AirWatch. AirWatch also enables traditional PC management policies and more complex task sequences, such as changing the wallpaper to company branding, removing unwanted bloatware, setting up corporate VPN and Wi-Fi networks, configuring BitLocker encryption, mapping company printers,
and even the new Windows Updates as a Service policies to keep the device up to date with the latest security patches. Once onboarded, employees log into the VMware Workspace ONE catalog for self-service and single sign-on access to recommended SaaS, remote, UWP, and Win32 software. For your larger Windows apps, AirWatch enables cloud and peer distribution, ensuring a faster, more reliable, and scalable software deployment, while also reducing your bandwidth and infrastructure needs. Required apps such as Microsoft Outlook are automatically pushed and silently installed without any user interaction. Email or Exchange profiles are already set up for the user on the first launch of the app. In addition to locally installed Windows apps, employees can also access any incompatible or graphic-intensive Windows apps as a remote service. These remote apps look and feel just like using any other native app, including features like copy-paste and the ability to access local drives and files. Besides delivering the right apps to the right users, AirWatch ensures that unapproved apps are blocked from download and prevented from execution, so the OS is constantly protected against modern cybersecurity threats. Setting up data protection policies in AirWatch prevents accidental leak of company IP into unapproved public websites or any personal apps that exist on the device. Now that the user is fully set up for work, AirWatch continues to monitor device compliance and keep it protected. The AirWatch Compliance Engine performs real-time checks of OS health and security attributes, such as encryption, code integrity, antivirus status, and others. When any of the health attributes fail, the devices weren't compromised, compliance actions such as revoking work profiles are enforced automatically to protect company data, and user and IT are notified about the compliance violation. As workforce mobility increases, so do the chances of devices getting lost or stolen. The AirWatch self-service portal gives employees access to quick remediation actions, including sending a remote lock command to their PC or enterprise wipe the device without having to raise a help desk ticket. With AirWatch, modernize the way you manage and secure Windows devices with a cloud-first platform that simplifies IT, increases endpoint security, and drastically lowers the cost of managing your Windows 10 deployments. Nou, en dat waren een hoop punten die we in deze presentatie hebben besproken in vogelvlucht. Deze links zullen nog naar jullie gemaild worden, maar er is een hele goede whitepaper over de adoptie en migratie van Windows 10 via producten zoals AirWatch. En de links hier voor AirWatch en een hele goede hands-on labs over hoe Workspace ONE samenwerkt met AirWatch. En dan wil ik u tot slot bedanken voor uw aanwezigheid. De gegevens hieronder zijn van ons. En dan denk ik dat we nu even kunnen kijken of er nog vragen zijn.